en die C-kans gaan opmaken voor de Jupiler Playoffs. Jong Ajax is kampioen en Fortuna promoveert na 16 jaar afwezigheid terug naar de Eredivisie. NEC komt in de eerste ronde van de playoffs uit tegen FC Emmen, een ploeg waar NEC niet van wist te winnen afgelopen seizoen. Ze werden thuis een gelijkspel en uit een 1-0 verlies voor de Nijmegenaren. Er staat veel op het spel, want bij verlies blijft NEC in de Jupiler League en krijgt de Nijmeegse formatie gezelschap van topclub FC Twente, die afgelopen weekend degradeerde tegen Vitesse. NEC speelt donderdag 10 mei uit in Emmen om 14:30. De voorbereidingen naar de playoffs zullen in ieder geval een afzondering worden gedaan. De ploeg van Pepijn Leinders zal op een trainingskamp gaan om zich daar voor te bereiden op de eerste wedstrijd van de playoffs. Reden hiertoe zal de onrust zijn rondom de club, nu direct de promotie niet veilig is gesteld en NEC het middels de na-competitie moet gaan proberen. Zo eist de afgelopen wedstrijd een groot gedeelte van het publiek dat Leinders zou opstappen en zo neemt de kritiek ook landelijk toe op de prestaties van de Limburger. Directeur Wilco van Schaik heeft zijn vertrouwen in ieder geval uitgesproken in de 35-jarige Leinders die bij NEC bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. En Devils heeft wederom beet op de transfermarkt. Aanvaller Kai van Soest en verdediger Evo Suurhoff zullen de selectie gaan versterken komend seizoen. Van Soest komt over uit Eindhoven waar hij de jeugdopleiding heeft doorlopen. Suurhoff komt over van de Tilburg Trappers en daar was hij ook opgenomen in de nationale selectie in de voorbereiding voor het WK 2018. Devils lijkt zich daarmee te houden aan de gemaakte plannen. Devils kondigde al eerder aan eind april rond te willen zijn met de selectie. En afgelopen woensdag 2 mei werd in het Goffertpark de straatcoachrun gehouden voor een rookvrije generatie. De gemeente Nijmegen, Radboud UMC en GGD Gelderland-Zuid hebben onder het motto Groen, Gezond en Beweging het initiatief genomen om de komende 10 jaar een beweging voor mensen en organisaties op gang te brengen die met elkaar werken aan een gezond Nijmegen. De run stond ditmaal in het teken van een rookvrije generatie. Dit was het voor de Sportupdate. Blijf op de hoogte van sport in en rondom Nijmegen via onze social media kanalen Facebook, Twitter en Instagram. Of kijk op onze website www.rnc.nl. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.